Allereerst een goede vakantie gehad? Ja, zeker. Ik ben lekker in Roosendaal gebleven met mijn familie. Het was precies zeg maar, met de maand Ramadan. Dus ik heb optimaal genoten met familie, dus lekker tot rust gekomen. En natuurlijk ook een beetje doorgetraind, maar dat is logisch denk ik. En je hebt bijgetekend bij NAC en vandaag weer gevoetbald. Was het lekker potje? Ja, we speelden iedere helft en op het begin was het wel stroef, maar dat is logisch denk ik. Als je tegen zo'n ploeg speelt, zeg maar, die gaan natuurlijk vier keer zo hard. Dus, maar daarna pakten we het goed op en hebben drie doelpunten gescoord in de eerste helft. En dan zie je in de tweede helft dat de ploeg Maatse Boys hartstikke moe is en dat ze echt op hun tanden bijten, weet je. En dan loop je er in principe overheen en uiteindelijk een goede uitslag. Hoe ervaren jullie dit soort wedstrijden bij amateurclubs? Ja, dat is een goede vraag. Ja, kijk, je probeert gewoon optimaal je best te doen natuurlijk. Je moet is ook totaal niet onderschatten. Als je een tegendoelpunt krijgt, dan is het natuurlijk weer voor ons schandalig dan, zeg maar. Nou, hij zat er bijna in de eerste minuut. Ja, daarom zeg ik ook, begon de stroef. Ja. Maar goed, als je een tegendoelpunt krijgt, dan is dat gewoon een echte tegenslag. En dan moet je natuurlijk voorkomen en natuurlijk zoveel mogelijk scoren. Maar hoe ervaar ik zo'n wedstrijd? Ja, het is gewoon... ik kan wel zeggen zoals iedere wedstrijd, maar het is natuurlijk anders. Het is tegen een wat mindere ploeg. En dan probeer je gewoon goed je best te doen. Is het ook misschien soms wat lomper? Zeg maar, hè? Jij zegt ze komen hard in, ze willen er vol voor gaan. Moet je ook af en toe even je voeten wat sneller wegtrekken om niet geblesseerd te raken? Ja, ik heb de eerste helft twee momentjes gehad dat ik echt inhield. Dat ik het een beetje zag aankomen, dat ik eroverheen sprong, zeg maar. Als je blijft staan, dan kan je echt een flinke tik krijgen en dan moet je niet meemaken dit soort wedstrijdjes. Nu hebben we eigenlijk alle amateurverenigingen gehad en komen de profclubs. Dat is ook wel lekker, denk ik. Ja, klopt. Kijk, zulke wedstrijden zijn hartstikke leuk voor iedereen, voor de supporters, voor de club Maatse Boys en al de clubs die hier spelen. Maar inderdaad, nu gaat het echt beginnen, zeg maar. Nu spelen we tegen profclubs. En dat is alleen maar mooi. Nu kan je een beetje echte niveau, je krijgt nou echt niveau tegen je. En dat is, daar heb ik wel zin in. Tot nu toe, iedereen die we hebben gesproken, die zeiden nou, we gaan niet voor degradatie voetballen. Daar willen we het niet over hebben. Wat is jouw gevoel tot nu toe bij de club, behalve die twee quotes? Het woordje degradatie ken ik niet. Nee, wat iedereen heeft gezegd. Wij proberen gewoon, we gaan gewoon knallen dit seizoen. Je ziet iedereen op elke linie, elke speler is een goede voetballer bij ons. En dan moeten wij gewoon, ons ding doen dit seizoen. En ik ben er echt van overtuigd, wij zijn echt niet minder dan die ploegen van het rechte rijtje. Wij hebben echt een goede ploeg. Dus wij moeten gewoon omhoog gaan kijken. Wij moeten niet gaan denken van degradatie of handhaven. Nee, als je dat gaat doen, dan sta je in principe al 1-0 achter. Dus wij gaan gewoon er vol voor en we gaan zoals ambitie. Wij 40 punten en rechter rijtje bovenaan. Je hebt er zin in, hè? Ik sta te popelen, man. Zeker. Goed. Ga je zien. Yes.